paar flinke knallen om mee te beginnen hier in Tilburg. Het is natuurlijk niet voor niets de Brabantse derby. Voor velen de enige echte. En daar heb je de enige echte Robert Maaskant met zijn vader. Dat is toch ook mooi als je het over echte Brabanders hebt. De wedstrijd van het jaar voor deze twee clubs in Tilburg. Editie 1 dit seizoen. Vorig seizoen won NAC hier met 2-1. In Breda werd het 1-1. Willem II zou dus wel graag weer eens zo'n derby winnend afsluiten. Hogan kan toch heel veel meters maken en kan zelfs vrij uithalen. Tegen de paal en de rebound gaat er alsnog in. NAC op voorsprong. Sediou maakt hem. Daar was de Willem II-verdediging al in de vierde minuut zeer apathisch. En kon de nieuwe Noorse aanvaller van NAC vrij doorlopen. Dat mag toch niet gebeuren. Zeker niet in zo'n beladen wedstrijd. Maar het gebeurt. Willem II is nog ongeslagen in dit korte seizoen. Twee gelijke spelen tegen Groningen vorige week. En in de eerste speelronde tegen FC Eindhoven. Winst op Dordrecht. Ploeg waar NAC niet van kon winnen in de eerste speelronde. Wel nog een puntje uit het vuur wist te slepen. En daar wordt Smits toch bijna verrast. Geen slechte poging in die verre hoek. De Waal en Van Berkel aan die linkerkant. En daar komt een hele goede voorzet uit die niet bij de Leeuw aankomt. Schouten. Van Berkel. Meerveld. Max de Waal. De Leeuw met het goede tikje. Oosting. Als dat allemaal perfect was gelopen voor Oosting en Willem II, had daar ook een schietkans uit kunnen ontstaan. Maar dan moet die aanname, zoals dat op zijn Engels heet, spot on zijn. Dat was hij niet met zijn rechter. En dan heeft hij te veel tijd nodig om hem afvuur klaar te leggen. Bos verslikt zich. Wernersson. Roselnik met de herovering. En de bal komt via via ook nog aan bij Hogan. Schouten liet dat wel heel makkelijk gebeuren. Willem II laat het bij Vlagen toch heel makkelijk gebeuren. Leemans. Op deze manier is het toch wachten op weer een grote NAC-kans. Sediou. Van Berkel is hij voorbij. En de bal blijft binnen. In de korte hoek bijna raak. Nee, helemaal raak. NAC verdubbelt de voorsprong. Hogan. Ja, het was erop wachten. Dat apathische bij Willem II leek er een beetje vanaf te zijn. In een wat sterkere fase. Maar het is NAC dat weer naar voren mag. Met de nadruk op mag. En daar zijn wel wat dingetjes op het veld terechtgekomen. Hogan viert hem met het uitvak en daarna gaat het dus even mis. En dusdanig ook dat de bal nu door Van der Graaf gepakt is. En we even naar binnen gaan, helemaal naar binnen. Protocol luidt, als er iets op het veld komt, dan moet er iemand gevonden worden in het publiek. En die moet worden verwijderd uit het stadion. Het hele uitvak is hermetisch afgesloten zo'n beetje, die nieuwe kooiconstructie. Er zitten ook nog van die hele dunne net omheen. Maar dat is zo dun geweven dat daar ook eigenlijk geen voorwerpen zoals een beker doorheen kunnen. En dan kom je in een situatie waarbij je denkt aan stadion Feyenoord, de Kuip. Waarbij die netten over het hele stadion heen gespannen zijn. Met terugwerkende kracht had dat hier dus ook niet misstaan, want we hebben weer moeten staken. En laten we toch hopen dat deze wedstrijd ook gewoon onder normale omstandigheden uitgespeeld kan worden.
En hier is de derde voor NAC. En volgens mij is dat het hoofd van Jan van den Berg. Die daar ineens opdook. En hard achter Smits de bal binnenkomt. Niks uit de startblok schieten in de tweede helft voor Willem II met nieuwe namen. Nee, NAC bewijst eens te meer dat het zeer effectief is deze middag. Er is wel een probleempje nu. Want er ligt wat op het veld. En dus is het klaar. Ja, dat valt al te verwachten. Tjongejongejongejongejonge. Dan kan het nog zo slecht gaan met je club in deze wedstrijd. Doe dit toch gewoon niet. Nou, je kan het zeggen, het is aan dovemans oren besteed. De 0-3 voorlopige eindstand dus na de definitieve staking. En zorgt ervoor dat we niet zullen weten wat de definitieve uitslag zal zijn. En massaal lopen de mensen hier nu ook naar buiten. Om hopelijk voor hen en zeker voor de goedwillenden er nog een mooie zonnige zondag van te maken. En toch wendt het nooit een leeg stadion. Tilburg dinsdag morgen 10:30. De meest vroege sportmaaltijd ooit waarschijnlijk. Maar de mannen van Peter Huballa en van Reinier Robbenmond moeten dat laatste stuk van de wedstrijd nog afmaken. 3-0 voor NAC na de staking op zondag vanwege 2 voorwerpen op het veld. De ploeg van Huballa probeert meteen het initiatief weer te pakken. Zoals dat in het eerste gedeelte van de wedstrijd ook al het geval was. Sediou kan hier alleen net niet tot een schot komen. De man die de 1-0 wist te maken. Kan Willem II nog wat terugdoen? Heeft het hernieuwde energie gevonden? Joosten was al ingevallen. Staat dus ook weer op het veld. Een goede paas op Oosting. En die zorgt ervoor dat deze wedstrijd toch spannend wordt. Het is ook nog een mooie goal. Meerveld geeft de assist en die is perfect aangesneden. Afgemeten. En Oosting knikt raak voor zijn eerste van het seizoen. Huballa probeert zijn mannen op te peppen. Voorzet van de Waal. Blijft daar toch nog hangen. Maar dit soort pogingen gaat er niet voor zorgen dat het nog echt spannend wordt. Met nog een kwart duel te gaan. Koscielnik krijgt de vrije trap. Een overtreding van Ringo Meerveld. Net nog goed voor de assist. Nu goed voor het weggeven van een vrije trap voor NAC op een mooie positie. Wat heet mooi, Van den Berg. Kopte al raak bij 0-3. En was nu echt heel dicht bij 1-4. De nieuwe Belgische centrale verdediger van NAC Breda. NAC neemt weer over. Dit is Javier Vet. En Sediou, dat scheelt niet veel. Laat zich echt in allebei de delen van de wedstrijd goed zien. De nieuwkomer van Malmö. Aanvoerder Cuco Martina. Sediou, daar is hij weer. Toch vaak ook in de combinatie met Spits Hagen. En die combinatie werkt hier weer. En dan gaat NAC ervoor zorgen dat die marge weer 3 wordt. Patriot Sediou met zijn 2e van deze wedstrijd. En zijn 3e van dit seizoen al. Hij is al effectiever in een aantal wedstrijden keukenkampioen divisie dan dat hij ooit was in de Allsvenskan. Bij Malmö dus. Kortsmit wordt daar geraakt en heeft veel pijn. Krijgt ook de vrije trap. Invaller Joosten komt even polshoog te nemen. Na de goal van Sediou loopt de lucht er langzaam uit in deze wedstrijd. Wat wil je ook met de stand en met de ambiance? Hagen heeft er altijd zin in. En dan is hier Leemans. Die blijft overeind. Hagen mag dan schieten, maar raakt die bal bij lange na niet vol genoeg. De 7 minuten komen er dan ook nog bij, maar er gebeurt niets meer. NAC heeft de 3 punten binnen. Dat hadden ze eigenlijk zondag al, het moest alleen nog bevestigd worden. En dat is bij deze gebeurd in een gekke ambiance op een hele vroege dinsdagmorgen. Maar de 3 punten die tellen in deze Brabantse derby voor Huballa.